Hey iedereen, vandaag heb ik voor jullie in samenwerking met de Body Shop een kerst make-up look met een aantal nieuwe producten die ik onlangs van hun heb ontvangen. En het is een hele simpele make-up look die jullie ongetwijfeld zo na kunnen maken, want trust me, ik ben zelf echt geen ster in het aanbrengen van make-up en mij is het ook gelukt. En wist je trouwens dat de Body Shop make-up producten cruelty-free en dierproefvrij zijn? En daarnaast hebben ze ook een samenwerking met International Alert. Eén cadeau van de Body Shop is 1 jaar veilig spelen voor een Syrisch vluchtelingenkind. En ze hebben in hun assortiment een heleboel mooie producten die je cadeau kunt doen voor de kerst bijvoorbeeld. En dat laat ik jullie nu ook heel even snel zien in beeld. Dus laten we nu maar snel beginnen met de make-up look. En ik wens je zoals altijd weer heel erg veel plezier bij het kijken. Allereerst breng ik natuurlijk een foundation aan op het gezicht, zodat ik een mooie basis heb voor de rest van de make-up. En hiervoor gebruik ik de MAC Clay Skin Clarifying Foundation en de platte foundation Buffing Kwast. Als de foundation erop zit, breng ik ook wat concealer aan onder de ogen, op mijn voorhoofd en nog wat andere delen van het gezicht. En de concealer zet ik vervolgens op zijn plek met een transparante matterende poeder. En natuurlijk breng ik zoals altijd ook wat bronzer aan op het gezicht om het een beetje op te warmen. En hiervoor gebruik ik een schuin afgesneden poederkwast. En dan focus ik vooral een beetje de bronzer op de wangen, het voorhoofd en bij mijn slapen. Om mijn wangen wat meer kleur en leven te geven, breng ik de Honey Bronze Blush aan in een zacht roze kleur. En deze die blend ik nog even goed in met een poederkwast. De wenkbrauwen teken ik in met een donkerbruin wenkbrauwpotlood en die maak ik vervolgens mooi strak met een dun kwastje en een concealer, dus zeg maar aan de onderkant van de wenkbrauw. En ook zet ik de wenkbrauwen nog even goed op hun plek met een wenkbrauwgel. Ga ik verder met de ogen en omdat ik zo meteen wat oogschaduw ga aanbrengen, gebruik ik eerst een oogschaduwprimer zodat de oogschaduw langer blijft zitten. En vervolgens breng ik een bruine matte oogschaduw aan in arcadeboog voor wat warmte en dimensie, aangezien ik straks ook een koele oogschaduwtint ga gebruiken, of eigenlijk meerdere koele oogschaduwtinten. Op het ooglid gebruik ik de roze kleur uit het mooie We Rule the World palet. En hier komen straks ook nog wat glitters overheen.
buitenste V-hoekjes van mijn ogen breng ik de donkerblauwe kleur uit het palet aan voor een beetje een smoky effect. En deze blend ik goed in met de andere kleuren zodat het mooi overloopt. En hiervoor gebruik ik een fluffy blending kwast. Wenkbrauwbot breng ik ook een highlighterkleur aan uit hetzelfde palet die ik net heb gebruikt voor de oogleden. Dan is het nu tijd voor wat shimmers en ik spuit mijn make-up kwast nat met de Body Shop Make-up Setting Spray en vervolgens dep ik de kwast in een potje glitters. En de glitters blijven dan beter plakken en vallen niet van het kwastje af op mijn gezicht. En ik breng dan vervolgens de glitters heel lichtjes aan op mijn ooglid en dan focus ik me vooral op de binnenste ooghoekjes. Nu breng ik een zwart kool oogpotlood aan met een subtiele wing. En bij nader inzien had ik toch liever een eyeliner gebruikt. Maar dat zag ik achteraf pas tijdens het editen. Maar op zich werkt een oogpotlood ook gewoon prima. En de laatste stap voor de ogen is natuurlijk mascara en hier breng ik een paar laagjes van aan. Tot slot breng ik een roze metallic lipstick aan op de lippen en dan zijn we alweer klaar met deze look. Dit is een look die ik ga dragen tijdens de kerst vanwege de metallic lippen en de glitters op de ogen. En ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien hoe ik dit precies heb gedaan. En mocht je nog kerstcadeaus nodig hebben, bij de Body Shop is er dus genoeg keus. En zoals ik al eerder zei, steun je ook een goede doel, International Alert. 1 cadeau van de Body Shop is 1 jaar veilig spelen voor een Syrisch vluchtelingenkind. En voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!